Goedemorgen. We gaan naar werk. Lo, waar ga jij naartoe? Olifant Museum. Ze gaan naar het museum en ik ga naar de pizzeria. Verschil moet er zijn. Lo? Als ik naar de pizzeria kom, zet ik natuurlijk eerst de licht aan, anders zie ik in mijn licht, lenzen, mensen, zo'n dingen. En dan ga ik op de laptop checken of ik e-mails heb, ga ik de accu's insteken van de scooters. Oké, wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan de tegels aan die kant helemaal voegen, dan komt Noah rond een uur of 9:15. Dan gaan we wat TikToks maken, video's maken, daarna gaan we naar de Flower Factory, gaat hij editen, ga ik editen en dan ga ik wat zeef drukken en wat nieuwe plannen uitwerken. En daarna kom ik weer terug naar de pizzeria en dan ga ik weer hier lekker werken. Soms heb ik gesprekken met mensen en dan denken ze dat ik... Of de kunstacademie heb gezeten, of dat ik in de bouw heb gewerkt, of. En dan is het leuk als je een eigen onderneming hebt. Als je moet en je gaat proberen, dan zie je gewoon dat je het eigenlijk kan. Ik heb nooit betegeld, ik heb nooit gelast. Geen bankje gemaakt, geen tafel gemaakt. Je gaat al die dingen leren en dan gaandeweg, ja, ondertussen kan ik bijna een huis bouwen. En dat vind ik super vet. Oké, het voegen is klaar en nu gaan we het allemaal schoonmaken. En dan gaan we een TikTok opnemen. En waar gaan we naar de? Loods. Flower Factory. What's up, my bro? Thank you for cleaning the car, man. You're welcome, bro. It's good, huh? Never been better. Oké, ik heb allemaal stommiteiten gedaan. We hebben dat gefilmd, we hebben getiktokt, we hebben gewerkt, we hebben nog meer dingen gedaan. We gaan heel even skaten, want Marcel is vandaag op bezoek. En dan ga ik naar de pizzeria. Marcel, kom to the pizzeria! Noah! Noah, check wat we hebben gekregen, man. Leuk, ja. Hier dan, man. We zijn klaar met skaten en we gaan even een kopje koffie drinken.